Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik nog een Sims spelen. En ondertussen heb ik een snackje. Deze is super lekker, koekjes van Boon. Mijn excuus is dat ik al een tijdje geen Sims meer heb gespeeld. Ik heb het wel nog gespeeld met andere accounts. En andere personages. Maar ik kwam nooit toe aan het filmen van een video ervan. Normaal doe ik dat terwijl ik met 100.000 andere dingen bezig ben. En tijdens deze Sims video reeks moet ik echt enkel geconcentreerd zijn op mijn Sims en op mijn camera. Dus daarom. Maar ik doe het wel graag, anders zou ik dit niet maken. Ook omdat het echt zo lang duurt om te editen. Even mijn status bijwerken. En dan ga ik koken. Een tuinsalade. Aangezien dat het wel goed weer is. Althans, toch buiten. Het weer in de Sims komt pas in het volgende uitbreidingspakket. De Sims 4 seizoenen. En ik wil het echt zo graag spelen. Dus EA Games als je dit kijkt. Of Origin als je dit kijkt. Of degene die het bedrijf vertegenwoordigt in België. Sponsor mij. Of geef gewoon dat spel. Ik ga er volop over spreken. Waarschijnlijk. Ik weet niet wat ik daar wel ga vinden. Ook omdat er superveel tuinier dingen in zitten. En ik vind het echt heel leuk tegenwoordig om mijn Sims daarmee bezig te laten zijn. Voor de mensen die deze video's kijken en mijn vlogs niet kijken, ik vlog elke dag. Voor de fans van Musical.ly. Ik heb ook een Musical.ly account. Girlline.be. Maar net zoals altijd staat alles hieronder gelinkt. En nu gaan we geen yoga doen. Ah ja, ik ben zwanger. Oeps. En ik moet nog trouwen. Even dweilen en dit repareren. Wat gaan we nu een hele dag doen? Nog iets koken. Of ik kan het bruiloft plannen. Aangezien. Aangezien ik als social media werk, kan ik van thuis uit werken. En kan ik dus eerst trouwen. Het is nog een beetje donker. We gaan iets koken dan, voor op de trouw. Oh, waarschijnlijk niet. chips met salsa, een enkele maaltijd. Anders heb ik echt veel te veel gezin in huis. Het zou zonde zijn om dat allemaal weg te gooien. Is daar een beertje? Dat was een goede maaltijd, ideaal. Een keer naar het toilet. En douchen. Je moet proper op je trouw verschijnen. Vind je niet?
Ja, nu kan ik beginnen met de trouw te regelen. Hè. We gaan dat doen zonder mijn man. Een sociaal event te plannen. Huisfeest, dansfeest, verjaardag, bruiloft. Ja, we gaan daar een doelevent van maken. Oeh, ja, ik ben blut. Oeps. Ik kan geen trouwfeest plannen. Oei. Ik ga ook niet genoeg verdiend hebben vanavond. Ik ga dan dit toestel verwijderen uit mijn huis. Misschien kan ik het nu. Het hangt er een beetje vanaf welke kosten het erbij komen. Waarom is het trouwfeest zo duur? En dan heb ik het nog maar over de Sims-versie. Bruiloft. Minstens twee gasten. En eerst even kijken wie dat de cateraar kan zijn. Dat is wel cheap. En de mixoloog mag Raphaël zijn. Ik heb geen muzikanten. Iedereen van mijn clubje. Wie zijn dat allemaal? Die mag ook wel komen. Die zag er nog leuk uit. Die zegt er ook wel leuk uit. Yep. Muzikant gaan we dan inhuren. Of niet? Yes. Dat ziet er wel een fijne locatie uit. Of in het park. Of in dit park. In mijn huis. Dat ziet er wel leuk uit in. Ja, gewoon iemand zijn huis. Ik en... Oeh, in die villa. Ja, we gaan in de villa feesten. Geen geld voor een muzikant. Jammer. Ik hoop dat jullie dit nog leuk vinden, deze video's. Ik vind ze nog leuk om te maken, maar vinden jullie het leuk om er naar te kijken? Geen idee. Oh ja, blogger komt trouwens bijna uit. Komt uit op 12 juni 2018. Ik ben er redelijk druk mee bezig. Maar ik hoop dat het echt een top editie wordt. Ik probeer elke editie mezelf te overtreffen. En ik weet niet of dat al lukt. Mag ik je gasten beginnen bedanken? Nee. En ik ga me omkleden ook. Dat is niet echt een goede trouwoutfit. Oeh, wat wil ik worden?
een internetpersoonlijkheid of een PR internetpersoonlijkheid? We gaan thuis werken. Die mensen. Simstagram zoeker ben ik. Dank voor je komst. Waar is mijn verloofde? Verloofde? Hoe ziet hij er zelf terug uit? Ik denk dat die boven gaat zijn. Iedereen is hier boven. Waar is die drankjes? Drankjes. Drankjes. Oei. Wat is hier gewoon geen drankjes? Dan moet mijn mixer ook daar naartoe. Oeps. Wie was mijn verloofde zelfs? Ah ja, hier. Oeps. Flirten. Twee keer flirt. Oh. Drie keer geflirt. We gaan wel een ja in de kast doen. Wat is een vrijloft zonder oh ja in de kast? Oeh, we hebben nog een kelder. Oh, daar kan ik een drankje drinken. Ik wil hem maken. Cute. Heel goed, ze heeft meer met elkaar. Ja. Yes. Ik ben wel ongemakkelijk in een kast. Mijn brief is ook een raar stapels kleren op de grond. Die redelijk plat lijken ook. En blijft hier wel duwen in die kast. Ja. Nee. Hongertje? Ik heb hongertje.
blijf je niet gewoon zitten? Ah, oh, nee, man, denk ik echt. Mijn man zou kunnen wachten hoor, totdat ik klaar ben met eten. Ja, hou ik hier trouwen. Oh, zo cute. Was echt een piece kunnen doen. Oh, dat zou pas gênant zijn. Als ik hier nu zou moeten beginnen plassen. Heel erg gênant. Nee, ik ben zwanger. Ik heb een blaasprobleem. Oh. Waarom geef ik geen ring aan hem? Ik ga wel eerst eventjes plassen, als die mens eindelijk weer weg gaat uit het toilet. Oh, is er ineens nog een toilet? Ja. Oh, wat doet dicht. Ik zie gewoon dat dat dicht eet. Mooi taart. We hebben een beetje een bodem gewoon bereid staan. Dat je dat zo raar ding op zich heeft. Ah ja, het zijn zo haartjes. Oeps, geen raar ding. Oh, een hele bruidsceremonie zit er ongeveer op. Eigenlijk wel geen zin in taart, ik kan een dutje doen. Nog even slapen voor de oude naar huis gaan. Straks zal misschien nog flauw, maar ze is zwanger. En als ik thuis kan, moet ik nog werken. Misschien kan ik even nog gaan zwemmen. Op het einde van mijn... Ah ja, voor. Hoe kan ik niets doen als ik zwanger ben? Waarom kan ik wel drinken? Als ik zwanger ben. Er is mijn man. Ah, yes. En die gaan we samen wonen. Oh ja, en de Sims kan je samen wonen voordat je getrouwd bent, maar meestal trouw je zo op lucht dat dat niet nodig is. 6 en 6? Ik hoop het. Is dat een erkennis? Ja, want u was vrijgezel zeker toen ik om ons moeten. Denk het. Nu ga ik eventjes mijn man opknappen als we thuis zijn, want die volledig mijn smaak. Dat zekje en zo. Naar huis.
Oei, je moet gaan werken. Wat wij zelf. Schrijfassistent. Waar ben je? Hier. Waarom duurt dat zo lang? Hier ben je. Allee, kom, ga naar je werk. Dat is geen excuus om je werk te missen. En heeft nog in een job waar dat die goed in is. Ja, jij moest ook nog dingen doen, hè? Geconcentreerd raken, stevig bij een vaardigheid. Geen vaardigheid. Dan gamen. Ah, oh, ik ben al terug thuis. Ik heb bijna nog niet gewerkt. Ondertussen rauw outfit. Flit outfit plannen. Ik ben altijd blut, dus geen nieuwe meubelen. Dan zit er. Even een paar dingetjes verwijderen. Wat gaan we van hem maken? Allee, wat dat er in hem zit, ga ik gewoon vermoeden. Dat er eigenlijk wel goed bij passen. En misschien toch wel zo'n hoedje? Ugh, wat goedje had hij nu ook alweer. Wat is dat dan? Of met zo'n hoodie. En dan een andere haarstijl eronder. Moeilijk. Ik ga wel eventjes die bank doen. Echt raar om die niet afgesteld te zien op het haarkleur. Maakt hem zo boos. Moeilijk. Dat kan nog. Of ga gewoon hierbij. Een beetje verwaand, snoppie. Snoppig. Hm.
Nee, wacht, wacht. Ik vind dat bij zo'n type. Oh, waarom is die niet breder? Zo'n jas past wel. Omdat dat gewoon. Ja, ik ga voor zo'n jas gaan. Nu nog een spijkerbroek voor eronder. Niet helemaal op rode pijpen. Moeilijk. Waarom doe ik op mijn best? Dit is gewoon hem. Yes. Wel zonder die mooie accessoires. Misschien toch maar een klein baardje? Is dat dan niet? Met zo'n Frans snartje. Nee. Oeh ja, die bril past er eigenlijk wel bij. Of niet? Nee. Oh, wat is er nog? Toch niet. Even dat in. Dat ik verder kan werken aan zijn kleding. Heeft hij zo dan. Ah nee, toch niet. Dat dat die stoffels had. Oeh, dat past bij hem, dat kleurpak. Ja, we gaan daarmee. Eigenlijk past dat wel, wat dat hij niet draagt. Maar misschien een zo'n trui. Misschien zoiets. Dan ben ik niet langer. Welke sokken dan? Een rode. Ja, brilletje terug weg. Als ik hier niet klaar ben met mijn man, ga ik toch moeten afsluiten. Het zal een lange video zo worden. Maar ik kan toch niet midden in de outfit change stoppen. Ofwel. Nee, dat is ook niet. Oh, alles is dan echt zo mager.
geen idee wanneer dat mijn opname gestopt is. Oh, ik hoop dat niet. Oh, straks moet ik het helemaal opnieuw doen. Ja, dat is het. Kijk wat ik. Ik hoop dat jullie niet te veel hebben moeten missen van deze aflevering. Ik heb gemerkt dat er heel wat wel op stond. Dus ik ga nu afsluiten. En dan zie ik al hoeveel dat jullie kunnen kijken. Anders heel erg sorry. Omdat de eerste aflevering sinds ik terug ben niet in orde is. Maar ik ga nu echt moeten afsluiten. Anders wordt dit een veel te lange video. Doei! Abonneer je als je meer Sims video's wil zien.